Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'd. Khalif the brothers and sisters, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the last dahin of the month Ramadan, set ons extra in Allah subhanahu wa ta'ala tanbidan, and we set ons extra in of the Quran to reciteran. En wanneer we zo de Koran reciteren, dan komen we versen tegen waar Allah subhanahu wa ta'ala ons richtlijnen geven. En vandaag wil ik het dan hebben over twee versen die Allah subhanahu wa ta'ala in hoofdstuk At-Tawbah heeft geopenbaard. En we zien in vers 67 dat Allah subhanahu wa ta'ala daar zegt, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-munafikuna wal-munafikatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkari wa yanhawna anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullah fa nasiyahum. Innal munafikina humul fasikun. In dit vers zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala omschrijving geeft van de heugelachtige mannen en de heugelachtige vrouwen. Al-munafikun wal-munafikat. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt daar dat zij in feite één zijn in hun gedrag. Ze geven opdracht tot het slechte en ze verbieden juist het goede. En ze houden niet ervan om uit te geven van wat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft gegeven. Ze zijn Allah subhanahu wa ta'ala vergeten, maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala en hij zal hen vergeten. En waarlijk, al-munafikun, de heugelaars, zijn ver van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer we kijken naar dit vers, dan zien we dat veelal in organisaties men het heeft over, we moeten een hechte eenheid vormen. We moeten elkaar ondersteunen. We moeten de groepsloyaliteit hebben. Die cohesie moet sterk zijn. En dat wordt vertaald bij die mensen dat je altijd eens moet zijn met wat de mensen in de groep zeggen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, als het gaat om zaken die niet goed zijn, zaken die verboden zijn, dan moeten we het ook zeggen dat het niet goed is. En niet omdat uit groepsloyaliteit, dan we zeggen nee, dat slechte is niet wat het is, maar het is wel goed. Dus wat slecht is, wordt goed gepraat, wat krom is, wordt recht gepraat. Wanneer we op zo'n niveau zijn beland, dan zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala ons plaatst onder de groep van de heugelachtige mannen en de heugelachtige vrouwen. Aan de andere kant zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala ons het goede voorbeeld geeft van de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in vers 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. De gelovige mannen en de gelovige vrouwen, zij vormen één groep, een hechte groep. Zij zijn beschermers van elkaar. Ze geven opdracht tot het goede en verbieden het slechte. Ze verrichten het gebed, ze brengen het gebed tot stand en ze betalen de zakat. En ze zijn gehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. Zij zijn degenen die de genade zullen krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En waar ik Allah subhanahu wa ta'ala is almachtig, alwees. Dus we zien hier het tegengestelde van de heugelaars. De gelovigen, al vormen ze een hechte groep wanneer het gaat om rechtvaardig zijn. Wanneer het gaat om het goede, dan zeggen ze dit is goed. Maar wanneer het gaat om het slechte, dan zeggen ze nee. Wij verbieden dat. We mogen het slechte niet doen. En dat is het verschil tussen de gelovige mannen en gelovige vrouwen. En de heugelachtige mannen en heugelachtige vrouwen. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala. Dat met het vasten in de maand Ramadan. Met al de gebeden die we doen. Met al het goede die we doen, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons plaatst in de groep van de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En ons niet maakt tot de heugelachtige mannen en heugelachtige vrouwen. Want we zullen dan niet de genade krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Integendeel, Allah subhanahu wa ta'ala zegt,
Die mensen zullen behoren tot degenen die ver zijn van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fasikun, zoals Allah subhanahu wa ta'ala die term gebruikt in de Koran. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala al onze ibadah accepteren, het vasten, de smeekbeden die we doen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ons volledig reinigt van al het slechte. Ik besluit met wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.